is dit het begin van een nieuwe economie zonder die vermaledijde banken wellicht? Of is het pure speculatie? We gaan het hebben over cryptovaluta en nieuwe digitale munten zoals de Bitcoin of de Ripple, die zonder tussenkomst van overheden en de financiële sector worden gecreëerd en verhandeld. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Niet in de laatste plaats omdat de onderliggende technologie, blockchain, zo op papier ongeveer overal tot een revolutie zou kunnen leiden. En toch is Bitcoin de afgelopen maanden ingestort en is de markt voor andere cryptovaluta een totale chaos, of zoals dat in wat chicere termen heet, hoog volatiel. Licht in de duisternis gaan we scheppen met professor monetaire economie aan Nyenrode en de Erasmus School of Economics. Mag ik een grote applaus voor professor Dr. Ivo Arnold. Dankjewel, Tim. Ik mag Ivo zeggen. Natuurlijk. Heb je me gevraagd, dat ga ik ook proberen. Hoe gaat het met jouw portefeuille? Ik heb alles bij een ouderwetse bank staan, dus dat gaat heel goed. Het is nog verzekerd ook. Dus, oh ja? Geen bitcoins, geen Ripple, bitcoins, geen Ethereum, geen Neer, allemaal... Nee, als ik wil gokken ga ik wel naar het casino, maar ik hou niet zo van gokken, dus dat doe ik niet. Want dat is het, gokken? Ja, ik denk op dit moment wel. Kijk, het is voor financiële markten in zijn algemeenheid altijd erg moeilijk om precies te voorspellen welke waarde nieuwe technologie heeft. Hè. Mm-hmm. Want op zich, de technologie is erg, erg elegant, mooi, nieuw. Maar welke waarde heeft het dan? En voordat je dat weet, moet je toch een aantal andere vragen beantwoorden. Dus toch nadenken over welke toepassingen heeft die technologie nou echt. Dan de volgende vraag is, wat is de waarde van die toepassingen? Mm-hmm. De derde vraag toch even afmaken. Dat is misschien wel de belangrijkste vraag. Waar komt die waarde dan terecht? Want een heleboel zeepbellen in de economische geschiedenis zijn het resultaat van een verkeerde inschatting van waar de waarde echt terecht komt. We hebben ook bubbels gehad op het gebied van elektriciteit in de 19e eeuw. Mm-hmm. We hadden de internetbubbel. Allemaal hele hoge waarderingen op de financiële markten. Klapte mm-hmm. toch in elkaar. Mm-hmm. Wil niet zeggen dat de technologie niet belangrijk is of niet interessant is of niet toepasbaar is. Maar betekent wel dat financiële markten last hebben met het goed inschatten van welke waarde het oplevert. Ja, even die vergelijking trekkend. Hè. Zeg je eigenlijk, daar is weer zoiets gaande. Dus we hebben een technologie, blockchain. Ja. Even daarover. Kun je uitleggen wat het is? Nou, het is een, in het geval van Bitcoin, het is een digitaal ruilmiddel. En wat je doet is transacties bijhouden decentraal op duizenden computers. Mm-hmm. En je hebt een of ander mechanisme waarbij nieuwe transacties worden toegevoegd in een soort van grootboek. En het revolutionaire is dat je daarmee de tussenpersoon uitschakelt. Dus de bedenkers van Bitcoin vonden het heel fijn dat ze daarmee de rol van de bank en de centrale bank konden uitschakelen. Want die bedenkers hadden ook een aversie tegen alles wat overheid was. Dus dat paste goed bij hun ideologie. Dus overal waar de tussenpersoon een groot probleem vormt, zou je een blockchain toepassing kunnen bedenken. Alleen dan is de vraag nog steeds, is die blockchain toepassing dan efficiënter dan wat je al had? Mm-hmm. En die vraag wordt denk ik te weinig beantwoord. Ja, want even als we afgelopen jaar, anderhalf jaar erbij pakken. Die Bitcoin die bestaat al even. Ja. Maar een beetje 2017 is een beetje het jaar geweest van de cryptovaluta. Ineens was iedereen om mij heen aan het handelen in cryptovaluta. Zo erg dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet dat ook gaan doen. Nou, dat was geen goed idee. Ik heb daar €1000 in gestoken. Ik heb er veel van geleerd, denk ik. Ik heb er veel van geleerd. Ik heb er een paar mensen over geïnterviewd. Dus inmiddels heb ik mijn verlies alweer terugverdiend. Zo ook vanavond. Het aftrekken is opleidingskosten waarschijnlijk. Ja, opleidingskosten, dat is een goed idee. Ja. Nee, maar goed, hè, iedereen dook die markt op. Dat ontplofte, heel veel chaos, koersstijging. Ja. Bitcoin die was begin van 2017 volgens mij iets van $1000 waard. Aan het einde van, ergens bijna aan het einde van 2017 was dat $20.000 heel even bijna, aangetikt. Ja. Hè? En, toen, en vervolgens nu weer ingestort, ik geloof 6, 7, weet je, er zitten een paar mannen in de zaal. Net onder de 8000, 8020. Dat is een verschil van een half uur kijken misschien, maar vijf minuten, dat is het in ieder geval ongeveer. Dat niet alleen, heel veel andere cryptovaluta ook. Hè. Initial coin offerings, mensen die een munt bedachten of maakten en op de markt brachten, daar heel veel geld voor binnenhaalden. Hoe kijk jij daarnaar als monetair econoom? Het begon natuurlijk ooit als een betaalmiddel hè, in 2009... en je kunt afvragen of het zo'n succesvolle betaalinnovatie is. In dagelijks leven wordt de Bitcoin nauwelijks gebruikt. En wat dat betreft is het als betaalinnovatie toch wel mislukt. Hè? Mm-hmm. We hebben sinds 2 jaar hebben we Tikkie van ABN AMRO. Wie gebruikt er Tikkie? Nou, dat zijn waarschijnlijk meer dan de Bitcoin-investeerders. 2 miljoen gebruikers al. Dus
dat is de ontwikkeling die een succesvolle betaalinnovatie zal doormaken. Mm-hmm. Een hele snelle groei in het begin. Mm-hmm. Hebben we bij Bitcoin niet gezien. Wat je wel zag, is dat het in plaats van als betaalmiddel steeds meer als een speculatief beleggingsobject wordt gebruikt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk in extreme mate gebeurd aan het einde van 2017. Dus dan moet je toch afvragen, ja, waar zit nou echt de waarde? Hè? Toch niet als betaalmiddel, tenzij je het hebt over betalingen voor illegale pillen en drugs die je via een dark web wil kopen of... Misschien voor wat internationale betalingen, maar dan zijn er denk ik nog wel efficiëntere manieren. Maar in het dagelijks leven is de Bitcoin niet doorgedrongen. Mm-hmm. Behalve als speculatieve belegging voor mensen die de technologie hip vinden. Voor mensen die misschien anti-overheid zijn. Maar voor de meeste mensen die denken, oh, hier is snel geld te verdienen. Ja. En die erin beleggen omdat ze denken dat iemand anders er straks meer voor betaalt. Ja, dus wat moet ik doen met mijn 1000 euro die nu nog maar, geloof ik, 400 euro waard is? Ja, je weet dat ik die vraag niet ga beantwoorden. Als ik beleggingsadvies kon geven, dan zat ik hier niet. Dan was ik aan het rentenieren. Dus dat doe ik niet. Er zijn ook een heleboel economen die voorspellen de waarde van de Bitcoin. En beroemde economen. En die zeggen dan, de waarde gaat naar nul. Dat vind ik een hele makkelijke voorspelling. Want als je wil voorspellen, dan moet je twee dingen noemen. Niet alleen, hij gaat naar nul, maar ook wanneer gaat hij naar nul. Mm-hmm. Ja, en dat kan ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Het kan nog best een hele tijd doormodderen. Of het kan misschien weer opnieuw pieken en daarna weer omlaag gaan. Je weet het niet. Wat je wel weet, is dat er intussen een vrij grote industrie bestaat. Mm-hmm. Die heeft geïnvesteerd in het fenomeen cryptocurrency. Er zijn best forse investeringen voor nodig om, zoals dat heet, al die bitcoins te minen. Dus je hoort mij niet zeggen dat het morgen 0 euro waard zou zijn. Nee, maar je schreef wel onlangs een column waarin je, ik geloof, een advertentie aanhaalde van iemand die trainingen gaf in hoe in bitcoins te handelen. En dat gaf jij volgens mij niet echt een gevoel dat we op dat het nog heel erg veel vaart ging maken. Nee, en dat zag je ook vroeger in de geschiedenis, ook bij de beroemde Nederlandse tulpenbubbel. Als veel mensen zich met het randgebeuren gaan bezighouden, hè, boeken schrijven, workshops geven... Dan moet je toch een beetje wantrouwig worden. Want als er echt waarde zat in het ding zelf, dan zouden ze zich daar wel mee bezighouden. In plaats van erover kletsen. Precies. Ja. Wat leren we van die bubbels zoals we de dotcom-bubbel, rond de uitvinding van de elektriciteit? Is daar een soort patroon hoe zo'n bubbel zich altijd ontwikkelt? Is daar een soort regel voor? Ja, je kunt bepaalde fases onderscheiden van langzaam beginnen. Op een gegeven moment krijg je een hele sterke stijging waar ook de gewone burger wordt meegezogen in zo'n zeepbel. En ja, dat is toch dan het moment vlak voor de piek. En ja, dan zakt het opeens in elkaar. Dus dat kun je doen. Het belangrijke, denk ik, is dat we goed nadenken over de vraag... Wat is nou echt waardevol aan de technologie? Mm-hmm. En hoe kunnen we die gebruiken? En ik ben geen techneut, ik ben een monetair econoom, maar ik heb bij blockchain, de onderliggende technologie, heb ik nog niet de doorbraaktoepassing gezien die je wel in de tijd had bij elektriciteit of bij internet korter geleden. En dan ga ik je een andere vraag stellen. Stel, je kijkt naar het systeem zoals we dat nu hebben, hè, met banken die niet altijd even goed opstaan of op hebben gestaan de afgelopen jaren. Wat zou je dan voor... Daar zou toch wel ergens een verbetering mogelijk zijn. Maar ik denk dat... Ik ga hier niet de banken verdedigen. Ik ben helemaal niet zo'n fan voor banken. Mensen die mijn schrijfsels volgen, die weten dat ook wel. Maar op het gebied van betalingstechnologie... Mm-hmm. zijn we in Nederland toch heel ver. Hè? En vergeleken met Nederlandse betaaltechnologie is Bitcoin gewoon traag, kostbaar. Je moet 10 minuten wachten op een verificatie van een transactie. Mm-hmm. Dus dat concurreert gewoon niet. Ook als het gaat over het gebruik van Bitcoin versus de euro als opbodmiddel, hè, om je liquide middelen in te bewaren. Ja, dan doe ik dat toch liever bij een traditionele bank. Dan weet ik dat mijn spaargeld beschermd is. Als je Bitcoin daarvoor gebruikt, ja, dan stel je toch bloot aan het Wilde Westen. Hè. Er kan van alles gebeuren. Er kan gehackt worden. Er kan marktmanipulatie plaatsvinden. Van alles. Dus wat dat betreft is vertrouwen altijd relatief. Hè. Zelfs mensen die het financiële systeem wantrouwen, die onze banken wantrouwen, mm-hmm. die moeten zich toch even goed afvragen wie vertrouw je liever... je spaargeld toe, is dat de traditionele bank of is dat een bitcoin systeem met ontzettend veel oplichting, fraude,
En ook criminele activiteit die daar plaatsvindt. Nee, in ieder geval zeg je, er is geen reden om het systeem wat we hebben bij het grof vuil te zetten en in te ruilen voor bijvoorbeeld zoiets. Nee, en zeker als je kijkt naar de monetaire functie. Kijk, we hebben centrale banken en die moeten ervoor zorgen dat de waarde van ons geld intact blijft. Mm-hmm. En dat betekent concreet voor de burger dat de inflatie laag moet blijven. Nou, ondanks alles wat we hebben meegemaakt, de crisis en alle problemen met de banken, is de inflatie de afgelopen 10, 20 jaar heel stabiel en heel laag geweest. Mm-hmm. Dus ons geld is gewoon waardevast. Ondanks dat de geldpers misschien af en toe, vinden sommige mensen misschien niet oké dat die aangeslingerd wordt, dat heeft een hele belangrijke functie in het stabiel houden van een economie, zeg je eigenlijk. Ja, en dat kun je niet met een automatische piloot zoals een bitcoin. Een centrale bank heeft altijd de taak om de geldhoeveelheid toch af te stemmen op de groei van de economie. Mm-hmm. En ook op de krimp van de economie. Als het heel slecht gaat, zoals bij de grote recessie in 2009... als de economie sterk krimpt, dan moet een centrale bank klaarstaan om de klappen op te vangen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus je kunt veel kritiek hebben op de centrale banken, maar hun acties vlak na het uitbreken van de crisis waren grosso modo heel erg goed. En die hebben ervoor gezorgd dat we weliswaar een recessie hadden, maar geen grote depressie zoals in de jaren 30. Ja. En dan moet je in staat zijn om die geldhoeveelheid te verruimen of te verkrappen wanneer het nodig is. En dat is veel moeilijker als je de geldhoeveelheid op de automatische piloot zet door koppeling aan goud of aan een bitcoin of aan een andere cryptovaluta. Dus ik denk dat we centrale banken nodig hebben om ervoor te zorgen dat de geldhoeveelheid meeademt met de economie, zodat we die prijsstabiliteit kunnen handhaven. En als je nu kijkt naar de cryptovaluta, die zijn zo ontzettend bewegelijk. Dat maakt het gewoon veel te risicovol om die te gebruiken in het dagelijks verkeer. Ja, bewegelijk, volatiel, ja. Chaotisch. Je hebt het wel eens het Wilde Westen genoemd ook al onlangs. Daar zijn ook wel steeds meer mensen die zich daar toch mee bezighouden. Die daar misschien wat spaargeld in steken. Wat is de potentiële destabiliserende kracht van die cryptovaluta en de enorme hoeveelheid mensen die daar nu toch ook in aan het investeren is? Kijk, als mensen van gokken houden of van gaming houden, hè, het is technologisch geavanceerd. Je kunt achter het computer je er helemaal in verliezen in het cryptocurrency gebeuren. En als je dat een leuke tijdsbesteding vindt en je besteedt daar wat geld aan, allemaal prima. Hè. Het wordt anders als het financieel systeem blootgesteld wordt aan die cryptocurrencies. Dus, gebeurt dat nu of niet? Niet in een mate die gevaarlijk Wanneer zou dat gebeuren? Als bijvoorbeeld grote banken er posities in zouden nemen? Als die posities zouden innemen, maar dat mogen ze niet van de toezichthouder, want dat is veel te riskant. Mm-hmm. Dan zou hun rating, hun kredietwaardigheid gelijk Dan zullen de toezichthouders zeggen, nou prima dat je zo'n risicovol belegging doet, maar dan willen we ook dat je extra kapitaal aanhoudt. Dus dan moet hun eigen vermogen omhoog, zodat ze eventuele verliezen kunnen opvangen. Dus daar is bankentoezicht voor om ervoor te zorgen dat het financieel systeem niets kwetsbaar is voor rare fluctuaties in bitcoin. Ik denk voor burgers, doe het alleen met geld wat je niet nodig hebt. Mm-hmm. Ga geen hypotheek aan en met het geld in bitcoin. Dat is uitermate riskant. Ja, toch nog even, er is een beroemd gezegde, if there's blood on the streets, buy property. Het gaat nu slecht met die bitcoin, dat is wat ingestort. Is dat niet handig om juist te kopen? Dan vraag je weer beleggingsadvies. Ik dacht, ik kan het toch proberen. Mag ik een groot applaus voor Ivo Arnold. Dankjewel. Dankjewel.